Waar luister je dan naar? Ja, naar het bandje wat opgenomen is, hier in India. Wat jij hebt opgenomen? Ja, het was namelijk zo dat ik in mijn hotelkamer zat en ik werd aangeklopt. En ik deed de deur open en er kwam een persoon naar binnen en hij zei, ben je van Nederland? Ik zeg ja. Hij zei, is jij Drun Anku? Ik zeg ja. Hij zegt, morgen moet je naar de studio. Ik zeg, waarvoor? Ik zeg, er wordt een opname van je gemaakt. En van Sai Bhajans. Toen zei ik tegen hem, een opname, moet ik zingen? Hij zegt ja. Ik zeg tegen hem, maar ik kan helemaal niet zingen. Hij zegt, nee, je gaat morgen naar de studio. Ik zeg, ja, maar ik moet morgenmiddag vliegen. Ik moet 6 uur weer op de airport zijn. Hij zegt, ja, maar dat lukt wel. Baba regelt alles. En, het was een opdracht van Baba? Ja, het was een opdracht van Baba. En ik was... En jij kende die man niet en ik kende jouw naam wel? Nee, die man kende ik helemaal niet. Uh-huh. Doe je dat vaker, dat je in opdracht van Sai Baba muziek maakt? Ja, nu heb ik toestemming gekregen om een ander bandje op te nemen. Oh, dat heb je gevraagd? Ja, voor een cd. Maar hoe vraag je toestemming aan Sai Baba? Die is toch niet zo bereikbaar? Nou, vroeger was het heel makkelijk. Maar nu is het heel moeilijk. Nu moet je meestal een brief schrijven. Uh-huh. En als je vooraan zit, dan komt Baba langs. En wat ik gedaan had, ik had gewoon alles opgeschreven en brief afgegeven. En hij keek me aan en knikte. Met een hele mooie lach. Dus hij hoefde die brief niet eens te lezen? Nou, dat weet hij. Hij weet alles wat erin staat. Oh, hij wist toch al wel wat erin staat? Ja, dat is... En door die knik van hem... Wist je, ik mag een cd maken? Ja. Uh-huh. Wordt het ook een succes dan daardoor? Jazeker. Dat weet ik zeker. Ik voel mezelf als een instrument. Hij leidt me gewoon, want ik voel het gewoon dagelijks zo. Als ik wat heb, een probleem of zo, dan zeg ik ook tegen mezelf van binnen. En dan zeg ik, wat moet ik nu doen, Baba? Uh-huh. En dan wordt het vanzelf geregeld. Hij regelt het. Er is altijd een oplossing. Hoe ben jij zo religieus geworden? Dat komt eigenlijk door mijn moeder eigenlijk. Van 's ochtends tot 's avonds ging ze alleen maar bidden eigenlijk. En ik ging altijd met haar naar de tempel, naar de mandir. Mm-hmm. Van kleins af aan. Waar was dat? In Suriname. Was zij ook muzikaal, je moeder? Ze hield er heel erg van. Mijn eerste leraar is mijn oom, hè? De broer van mijn moeder. Ik was tien dat ik echt les kreeg. Ik heb wel meegemaakt dat hij ging zingen. Samen stapten we op de fiets. Mm-hmm. Ging rijden en hij ging gewoon zingen en ik ging luisteren. Dat vond ik heel, heel mooi. En verkopen ze jouw bandje hier ook? Dat kan ik zo bij.
verkopen ze jouw bandje hier? Nee, het is in een paar andere winkels nu. Maar het is, de persoon heeft het niet aangeleverd. We kunnen daar naartoe gaan. Even kijken hoeveel bandjes ze daar wel hebben van jou. Ja. En waar die man rijk van geworden is. Het is wel ontzettend veel, hè? Ja. Ben je een beetje te laat eigenlijk? Te laat? Met je cd? Nee. Helemaal niet. Oh. Als je toestemming krijgt van me, dan ben je nooit te laat. Oh ja, dat is waar. Hij weet wat hij doet. Okay. Ik zeg je al, ik ben een instrument. En als hij zegt, het is goed, dan kan niemand mij meer tegenhouden. Uh-huh. Maar je hebt het wel allemaal zelf eerst moeten betalen, hè? Ja. Dus niemand die achter je staat wat dat betreft, financieel? Ja, maar de financieel, dat regelt hij ook. Echt wel. Hier waren de cassettes helemaal op, zegt hij. Oh? After Darshan, After Darshan. En dit is dat bandje wat in opdracht van Sai Baba zelf gemaakt heeft. Ja. Toen hij zei van, jij moet naar de studio. Mm-hmm. Terwijl jij er in het vliegtuig moet. Uh-huh. Dat is precies op tijd weer terug in de hotel, precies op tijd op de vliegtuig. Oh, je hebt het vliegtuig ook nog gehaald? Ja. Want hij is dus een reïncarnatie, Sai Baba. Incarnatie, ja. Incarnatie van Shirdi Sai Baba. En dat is een ander? Ja, Shirdi Sai Baba, dat is deze. Dit is Shirdi Sai Baba. En dan zie je Satya Sai Baba, die... Wat hij nu is? Nu? Dat was dus een vroegere leven, zo zag je er toen uit. Ja. En gaat hij ook nog reïncarneren in een nieuw leven? Ja, in een nieuw leven gaat hij incarneren in Prema Sai. Oh, dat weet hij ook al, waar die gaat reageren. Ja. En zelfs heeft ook voor een devotee een foto gematerialiseerd. Hoe hij eruit gaat zien. Hoe hij eruit gaat zien? Ja. Een foto van de toekomst. Als incarnatie na hem. Ja. Als ik bijvoorbeeld een optreden doe, dan zeg ik tegen Baba, kijk, ik zing niet. Ik ben gewoon een instrument, ik zit nu hier. Maar alsjeblieft, zit u op mijn stem. U gaat zingen, ik zing niet. Jij bent de stem God. Hmm. Eigenlijk. Ja. Dus dat is het eigenlijk. En als, wat ik nu ook doe, dan denk ik niet, ja, Drew doet het. Nee, het is alleen maar een naam. Drew is gewoon een naam of verder. Het is iemand anders. Wij zijn allemaal poppetjes. Alles wordt van boven geregeld. Hmm. जाओ साईं मन मंदिर में
a source of entertainment. It's a source of, it's a knowledge of science, systematic science, and also it's a religion. If the music is very soul-touching and it's inspiring, that it raises your soul and it elevates your soul, and then you, it becomes religion. And that's why every religion, you have a music there. For example, in the church you have hymn singing, in the Indian mandir or temples you have mantras, or you have the kirtan singing. And because it is like this, when we talk in prose, it affects some listener. But when we convert the same words into poetry, it has a still better effect. But if you give the poetry to the musical notes and rhythm, it has even better effect. Mijn handtekening. Ja. En dan hebben ze geanalyseerd dat het, het beter zou zijn als ik het zo. And then it tells you the past, present and future. Achha. And then it gives you all the lucky numbers, lucky dates, lucky days, and everything, lucky timings. See. Lucky numbers, lucky dates. Lucky direction. Lucky direction. Only Sunday. Morning. Anytime. So yellow is good to wear also. Clothes also. Yeah. Light blue. So is it, and if you don't keep the colors and the numbers, etc., what will happen? It depends. It depends. According to your confidence and faith. Uh-huh. But is it bad for karma? No, don't connect any karma with this. Oh, no? Nothing like that. But what is it? You say it's important. It's very important. And it helps you in future, in your life. Uh-huh. Wat zei Sai Baba over deze olifant? Wat hij zei? Wat ik gehoord heb, dat zij als mens weer gaat incarneren. Dus deze olifant die gaat weer als mens reïncarneren? Ja. Opgenomen, hè? Zoek er meer. Ja, dat laat ik hem doen. Weten deze mannen wat van house? Weten zij wat van house? Nee, maar het gaat om de ritme. Als je dat al begrijpt, dan krijg je al ideeën. En hier heb je space. Iedereen zegt het is house. Oké, het is house muziek. Maar je kunt het op verschillende manieren interpreteren. Maar waarom house? Waarom house is toch heel onreligieus, zou ik maar zeggen. Onreligieus? Nou, muziek is nooit onreligieus, vind ik zelf. Ik bedoel, het hangt er vanaf hoe je het gebruikt. Maar de christelijke gereformeerden vinden het Satans muziek. Ik vind dat niet. Ik bedoel, waarom? Zoals wij dat nu gaan doen, dat vind ik dat het heel anders is. De ritme is er al en nu gaan we tablas en fluit. Het gaat toch anders klinken. Dank je. Een lied kort komen, moet je, hè? Allee.
Qawwali music which is brought by Muslim musician. The word Qawwali is coming from the original word of Arabic word called call. From the call it comes to Qawwal and the singing become Qawwali. So it's a religious song? It's a religious kind of singing. But now you told me that house music has the same... Yes, it has taken, because the Qawwali basic thing, ingredient is the rhythm. Uh-huh. And this house music has the rhythm. The important factor is rhythm. Yeah. Melody is not so much, but rhythm is very important. And it has the same meter? Impact. It has the same impact as the Qawwali. And if you give it the words, some spiritual kind of words, it will have the same impact on the listener. Uh-huh. I have given already the example to Dhruv. Now, for example, Muslim people say Allah, and they call it Allahu. So if you put to this rhythm, Allahu, 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 Hu Allah, Hu Allah, Allahu, keep on reciting this way, the Sufi will go to ecstasy and start swinging. Uh-huh. So that's perhaps also the reason that house music is so popular. Yes, yes, exactly. Because unconsciously people sing religious or have a religious... No, they don't feel religious, but they feel ecstasy and that whatever they're the whole energy into focus into one point. Hoe zou Sai Baba dat nou vinden wat je nu gemaakt hebt? Dat zou ik niet weten. Maar ik denk niet dat hij het erg zou vinden. Want in 78 zei hij al tegen mij. Dat was het de eerste keer toen ik in India kwam. Toen kreeg ik een interview. Een gesprek? En, ja, gesprek. En toen zei hij, you like dancing? Not good. Not good. Sinds die tijd was ik zo geschrokken toen ik naar Nederland kwam. Ja. Toen begon ik met devotionele liederen. Van de Weromstuit? Ja, dus maar hoe zou je dit? Ik helemaal gestopt met popmuziek. Hmm. Ik ging helemaal niet meer optreden, dus niet meer met... ik zat in een groep, Nee, Rusni dan. Hmm. En het ging heel goed, we hadden heel veel werk en het ging... Maar omdat Sai Baba had gezegd, dansen niet goed? Ja. Maar wat zou hij... Nee, maar hij bedoelde wat anders. Oh. Hij bedoelde wat anders. Maar wat zou hij hier dan aan doen? Ik zou niet erop ingaan. Waarom niet? Wat bedoelde hij dan? Ik was een beetje een stoute jongen. Maar hij zou dit wel oké vinden? Ik denk het wel. Ga je het aan hem vragen? Ik vind dat het niet slecht is. Ik bedoel, ik doe geen slechte dingen. How do you know so much about house music? That's not your trade. It's not the house. The music is, for example, the world music. I don't have to learn it. I have the sense of music, and any music come to me, I can just fit into it. For really? That reason, because basically the music is based or is made of two things, rhythm, yes, and intonation. Yes. So if you know the how this intonation can be used, and how this rhythm can be used and played, then there is nothing difficult to join into any music. You're not too old? No. Though by age-wise I will be old, you can call me old man, but not in the music-wise. I'm still growing in music, I'm still becoming younger and younger into it. Heb je Sai Baba eigenlijk toestemming gevraagd? Toestemming? Om die cd te maken van de house? Niet persoonlijk, maar gewoon van binnen. Maar waarom niet? Je vraagt alles naar Sai Baba. Ja, nee, maar je bedoelt in Puttaparthi zelf? Ja? Nee, in Puttaparthi. Of durfde je het niet? Nee, ik wist echt niet dat het nog een cd zou worden. Of durfde je het niet?
Nee, ik durf alles. How many students do you have? I have about 5-6 students. And only the thing why I don't have many students is this, that I don't accept students in a Western way. They like to come once in a week, once in a fortnight. I don't accept those students because it's a waste of time. You want to see them daily? Yeah. And where do you teach? At home. In Echtenstein? Yes. Bijlmermeer? Yeah. Amsterdam, Holland? Yes. Which is a strange location for this kind of music. What? Well, Droer's coming all the way here to India to have the right atmosphere. No, this is, that, as far as the atmosphere is concerned, it's okay. But there are people who want to learn Indian music, but they have no good teacher there. Was je bang dat Sai Baba nee zou zeggen? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Alles, ik bedoel... Ja, nou, als ze maar iets goeds eruit kunnen krijgen. Dat heb ik geprobeerd dan. Uh-huh. Daar, dat hoop ik ook. Dat ze door het muziek ook meer spiritueel gaan denken. Meer, dat is mijn streven eigenlijk. Meer extase dan ecstasy. Ja. Ja. Zoiets? Ja, ja. Good evening, Hoar. Tonight we have a special CD presentation. Mr. Drew Nanku, his CD is now being released tonight. Elephant Dreams, Dreams of India. Be ready to experience the trance. The Indian way. Mr. Drew Nanku.
dancers, Shakti and Raksha. Chair, give them a hug.